Hi, hi Schorpioen. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 30. En dat is van maandag 20 juli tot en met zondag 26 juli. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Schorpioen alsof deze week een week is waarin je eigenlijk alles een beetje zijn gang laat gaan. Je hebt deze week niet echt een uitgesproken mening ergens over of iets dat je meteen afgehandeld wil hebben. Het lijkt juist of je deze week heel erg kiest voor dingen om het op een langere termijn te schuiven. Je wil eigenlijk nog geen besluit nemen. Je wil vooral gewoon even op dit moment kijken hoe de dingen lopen. En pas daarna kan je eigenlijk besluiten gaan nemen. Het kan zelfs zo zijn dat je met een bepaald gevoel zit, wat je misschien zelf nog niet helemaal kan plaatsen. Hey, je ervaart dat het er is, maar je weet niet wat het is. Of het kan een gevoel zijn dat je misschien helemaal niet toe wil geven. En dat is eigenlijk een stukje waar je ook misschien een beetje tegenaan loopt en waarom je het niet helemaal vast wilt zetten. Deze week lijkt echt gewoon een week te zijn van je ervaart het, je laat het binnenkomen en je gaat er misschien volgende week of een week later op reageren. Het is ook geen week voor jou deze week om hele grote besluiten te nemen. Dus laat het ook gewoon even liggen. Geniet lekker van het mooie weer, zou ik zeggen. En het komt vanzelf alweer terug op je pad. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.